Broeders en zusters, allemaal hartelijk welkom dat jullie allemaal hier zijn gekomen, omdat jullie de God van Israël lief hebben en daarom ook zijn volk lief hebben. Maar de God van Israël altijd op de eerste plaats. Voor degenen die hier voor het eerst zijn wat deze middag betreft, als gemeente Bethel ondersteunen we een stichting in Israël, en daar ga ik straks wat meer over vertellen. En die hadden het hartsverlangen, wat ook Paulus had. Paulus schrijft in Romeinen 10 vers 1, broeders, en natuurlijk ook de zusters worden hier aangesproken, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid. Met al die dingen die Paulus geschreven heeft, alles wat hij heeft meegemaakt, had hij één doel voor ogen. Dat ze hun Messias, de Heer Jezus, Yeshua in het Hebreeuws, zouden leren kennen. Mag ik de PowerPoint, Chris? Dit is Stijn's liederen. Die gaan we straks weer verder zingen. Ja. Deze middag. Even in het kort het programma. Ik had daarboven gezet, Esther neemt haar verantwoordelijkheid. Maar ik heb Johan de vrijheid gegeven om zijn eigen woorden door de Heer die zij door zijn geest aan Johan heeft geïnspireerd, te vertellen aan ons. En ik had dit bedacht, dit voorbeeld, omdat we in een bijzondere tijd leven. En ook Esther was in een bijzondere tijd geboren. En Mordechai zegt op een gegeven moment tot haar, misschien ben jij wel geboren voor een tijd als deze. En daar riep hij haar op, omdat ze gezag en invloed had bij de koning. En wij hebben ook gezag en invloed bij onze hemelse koning. We kunnen bidden vandaag, want we weten allemaal wat de situatie momenteel is. Mag ik dia 3. Twee hebben we gehad. Dit is wat ik u net verteld heb. En dan dia 3, het programma. We gaan eerst zingen, denk ik. Als ik het goed heb. Ja, even kijken hoor, want ik moet even zelf ook spieken, want het is een beetje veel. Volgens mij gaan we nu toch zingen, broeders, of niet? Ja, zeker. Jolano. Ja. Oké, okay. En zus natuurlijk. Ik ga gewoon lekker meezingen, uiteraard. Ja, dat die voorstel, dat hebben we al gehad. Of, doe jij maar de Zou het nog iemand doen? Nee, we zijn al 25 minuten. Oké. Lolano. Lolano, Chris. Is het niet de Nog één verder, denk ik. Nog één verder, tot de Lolano staat. We zijn bijna klaar met zingen, mensen. Ja, deze. Oké. Betekent dat, Johan? Staat eronder, Psalm 115, vers 1. Oh ja. Oké. Okay. Met onze Heer en onze Heer, uw naam. Geef alle eer, omwille van die goede tierenheid en trouw. Ha ha.
Ja. Want als de shofar gaat klinken, de bazuin gaat klinken, nou, wie komt er dan spoedig? Dankjewel. Dan weten we in ieder geval hoe die gaat klinken straks. Mag je straks nog een keer doen? Mag ik de eerste dia? Of ja, het gaat om even kijken waar Eli op staat met die menorah erop. Nee, de volgende. Nog eentje verder? Yes. Wat ik al zei, wij ondersteunen het werk wat Eli Smatja doet. Zijn ouders zijn in 1957, na de Tweede Wereldoorlog, verhuisd naar Israël. Zijn vader kwam uit Tunesië. Tijdens de oorlog brak de oorlog uit en toen was hij in Frankrijk handelsman en toen kon hij niet meer terug met de boot en toen kwam hij in een vluchtelingenkamp in Frankrijk. Toen was hij natuurlijk nog heel jong en daar heeft hij toen zijn vrouw Susie ontmoet. Zij was de enige Joodse vrouw in dat gezelschap toen, naar ik heb begrepen. En toen is hij naar haar toegestapt en toen zei hij, wij gaan met elkaar trouwen, want wij zijn hier de enigen die Jood zijn. Ze waren in een christelijke kamp terechtgekomen en daar hebben ze de Heer Jezus leren kennen. Nou, na de oorlog hadden ze het verlangen om het evangelie te brengen in Israël. David Ben-Gurion had een jaar of 9 ongeveer de staat Israël uitgeroepen. Toen kwamen ze waren naar de Bijbelschool geweest in Zwitserland en hen werd kwalijk genomen dat ze dit gingen doen en ook dat ze geen Hebreeuws spraken, dus ze hadden het verlangen, dan gaan we dat leren. Toen kwamen ze in Israël, zijn ze Hebreeuws gaan leren en al snel hadden ze de roeping om daar het geloof van de Messias, van Jezus Christus, door te geven. Want in die tijd kenden de meeste mensen de Heer Jezus helemaal niet, er waren er misschien een 30. En een van die 30 waren zij. Uiteindelijk zaten ze daar in een kibbutz en deelden ze het evangelie. Na verloop van tijd zijn ze de kibbutz uitgezet omdat ze het evangelie deelden. Het evangelie delen biedt altijd weerstand en vooral daar. En toen zijn ze een drukkerij begonnen. Daar gingen ze flyers drukken, en maar ook bijbels. Ik heb er daar 2 liggen. Eén van de bijbels, deze. Dit is een heel bijzondere. Die heb ik ongeveer een maand geleden van Eli ontvangen. Deze is door de oudste zoon van Billy Graham gefinancierd. Die heeft hem ook bij hun in de gemeente gebracht. Dit is de Tenach, het Oude Testament. Maar overal waar het over de Messias gaat, is de tekst rood geprint. En toen de oorlog uitbrak, toen hebben ze er 3000 uitgedeeld aan de ambulancedienst en aan de soldaten. En die waren binnen no time weg. En toen zei ik, Eli, heb je er niet een paar voor mij? Hij zei, joh, dat gaat hem niet worden, die zijn allemaal al verdeeld. Maar blijkbaar is een herdruk geweest, want op een gegeven moment kwam de postorderbedrijf bij ons aan de deur en die bracht me de 5. En één daarvan heb ik er nu bij me. En die kunt u straks wel even bekijken. Dus dat werk is altijd doorgegaan. Zijn ouders zijn inmiddels bij de Heer. En hij doet dat werk nog nu samen met zijn zoon Noam. Noam zit nu al 10,5 maand in de oorlog. Bij de
intelligence. Dus die heeft een vooraanstaande positie. En de meeste soldaten gaan na 3 maanden terug naar huis om uit te rusten, maar Noam niet. En Noam is een kind van God, maar ook een volgeling van de Heer Jezus. En die doen een extra mijl, extra stap zetten. Uiteraard bidden we daarvoor dat hij weer veilig zal terugkomen. Dus hier zien we Eli in zijn drukkerij. Toen ik daar was, toen waren ze net ook Bijbels aan het drukken in het Russisch. En ze worden ook in het Hebreeuws geprint uiteraard. Maar vanuit Rusland, en dat weet Johan beter dan ik, zijn er honderdduizenden toen gevlucht toen de muren vielen onder Gorbatsjov. Want de Heer is zijn volk aan het terugbrengen. Nou goed, dat zijn dus de Bijbels. Mag ik de volgende dia, Chris? Nou, dit verhaal is dus van die stichting. Die stichting heet Keren Ava Meshiit. Dat betekent Messiaans Broederschapsfonds. Dat zijn een aantal Messias beleidende Joden. Inmiddels, toen waren het er 30, inmiddels zijn het er nu al 10.000, alleen al in Israël alleen. En het is niet bekend hoeveel er in Amerika wonen. Dat schijnen er nogmaals 10.000 keer 10 te zijn. Maar de Heer weet het precies. Want een heleboel zijn ook gelovig in het geheim. En daar wordt ook over een jaar een mooi boekje over uitgebracht, Johan. Hè? En dan gaan we dat ook verdelen. En dan zien we een geweldig getuigenis. Wat gepubliceerd is ook door Keren Ava Meshiit. En dat was een Poolse rabbijn. En zijn zoon is toen tot geloof gekomen. Vervolging meegemaakt enzovoort. Maar uiteindelijk werd hij een zegen voor zijn volk. En dat is een boekje wat we volgend jaar hopen uit te reiken. Hè? Dat over de stichting die we ondersteunen in Bethel. Het is zo op onze weg gekomen dat wij dat werk hier hebben mogen voortzetten. En dat doen we nu al vele jaren. En dat is vooral nu ook in deze tijd een grote troost. Want die Bijbels die worden allemaal op strategische plaatsen neergelegd. Waar veel toeristen komen. Op plaatsen die ook weer weinig sociale controle hebben. Zodat ze mee kunnen nemen en thuis op hun gemak kunnen lezen. Naast veel evangelisatiemateriaal houden ze, mag ik de volgende dia, houden ze ook kinderkampen, jeugdkampen. Dat ziet u hier, dat plaatje. Ze houden dus bijbelstudies, conferenties, jeugdkampen. Op elke week, op elke Shabbat zijn er diensten, maar niet alleen. Hè. Zij zijn dus vanuit Jeruzalem, waar meerdere gemeenten zijn. Inmiddels zijn er vele Messiaanse gemeenten over heel Israël. En daar heeft Johan ook een grote bijdrage geleverd toen hij daar nog woonde. Maar dat kan hij misschien zelf wel beter vertellen dan ik. En die jeugdkampen, daar komen kinderen tot geloof. En die thuis gaan vertellen en zelfs daardoor hun ouders meebrengen in het geloof. Maar er zijn ook gezinskampen. En dat wordt allemaal gefinancierd uit giften. En dat werk supporten wij. En met meerdere gemeentes in Nederland. En vandaar ook deze middag. Mag ik de volgende dia? Dit is een beeld wat ik heb neergezet hoe de situatie nu is. Ik ga hier niet te veel verder nu op in, maar we weten allemaal dat... ik heb hem niet eens op mijn sheet. Deze heb ik gisteravond nog gemaakt, deze sheet. In verband met de collecte morgen hier. Er moet gebeden worden voor Israël. Ze zijn in oorlog. En ons grootste gebed is wat Paulus ook al bad. En wat ook het verlangen was van de familie Smatja, dat ze hun God gaan leren kennen. En dat ze weer terugkeren naar de bron van levend water. Want in 2000 jaar is er natuurlijk verstrooiing geweest. Er is van alles gebeurd. Maar de Heer heeft een herstel beloofd. Hij heeft een verbond gesloten met zijn volk. En hij gaat ze weer terugbrengen. En wij verwachten, tenminste laat ik het bij mezelf houden, ik verwacht dat hij spoedig terugkomt. En dat hij zijn volk weer terug gaat halen. En dan gaan ze op een gegeven moment ook zien wie zij doorstoken hebben. Het is alles Gods wonderlijke geloofsplan. Want hij is ook naar de heidenen gegaan. De Heer Jezus, Yeshua. Gebed voor Israël nodig. Want de wereld, ja, ik hoef er niet te veel over te zeggen. Die is anti. Mag ik de volgende dia? Dit zijn allemaal teksten uit de Bijbel. Misschien kunt u ze niet eens lezen, is te klein. En dit is maar een gedeelte, een klein gedeelte die genoteerd zijn waarom we het evangelie zullen brengen tot het Joodse volk.
Jezus zei zelf tegen zijn volk, ik ben eerst gekomen voor de verloren schapen van het huis van Israël. Hij noemt ze verloren schapen. Paulus zegt, voor hun geldt de aanneming van kinderen, de wetgeving, de eredienst, de belofte, de heerlijkheid. Uit hen is de Messias, de Heer Jezus, voortgekomen. Alle woorden van God zijn hun toevertrouwd. Er zijn tal van redenen waarom hij zijn volk weer terug wil brengen. Maar Jezus heeft ook gezegd, ik heb nog andere schapen, ook voor hen moet ik zorgen. En daarom bent u ook hier vanmiddag, ook gekocht en betaald door het dierbaar bloed van de Heer Jezus. He, want zijn koninkrijk gaat komen en zijn wil zal geschieden, zowel in de hemel en op de aarde. En dan zullen we onze taken doen die de Heer ons dan gaat geven tegen die tijd. Mag ik de volgende dia? Gebedspunten. Het zijn een aantal punten. Ja, natuurlijk voor de terugkeer naar orde en vrede in de samenleving. Voor de spoedige voortgang, voor het druk en verspreiden van de Bijbels. Dat de conferenties kunnen doorgaan en de kinderkampen. Afgelopen zomer zijn de kinderkampen gelukkig door kunnen gaan. En daarna kwamen de grote aanvallen. Maar die kinderen hebben in ieder geval nog veel plezier gehad. De Heer is echt zijn bewarende hand over zijn volk. Dus dankzij niet de IDF, Iron Dome of wat voor bescherming ook. De Heer helpt ze. Maar het is Gods bewarende hand dat ze nu nog zo relatief weinig gestorven, relatief zeg ik. Want er zijn natuurlijk heel veel gebroken van hart. En er zijn nog steeds heel veel vermisten en gevangen. Laten we ook voor hen bidden. Maar bovenal ook bidden we voor al die andere punten. Dat ze hongerige harten krijgen naar hun God. Bescherming en vrijmoedigheid van de Joodse Messiaanse gemeente. De broeders en zusters die al de Heer Jezus kennen. Dat ze durven te spreken daarover. Dat ze zullen uitgaan. Dus de voortgang van het evangelieverkondiging, terugkeer van de gijzelaars, beveiliging en bescherming tegen Iran en al zijn proxies. We weten ervan en heel veel gebeurt er de komende dagen om de mensen ook erop te wijzen dat het, wat er nu gebeurt niet goed is. De orthodoxe Joden die zo ver weg staan. En ook zoveel leugens zijn er verkondigd in 2000 jaar. Maar er zijn er ook die in geheim geloven. En diegenen die werkelijk hun hart uitroepen naar de Heer, zoals Nicodemus deed, die kwam in de nacht, die verootmoedigde zich en de Heer legde het hem uit wat er moest gebeuren. En dan bidden we dat dat vele harten zal gebeuren. De geheime gelovigen, ik heb ze al genoemd. Maar ook dat we in Nederland, de Nederlandse regering, en zoals we hier zijn, ook op de bres zullen staan. Dat is het een beetje. Gisteren heb ik contact gehad met Bill Rodgers. Ken jij Bill Rodgers? Hij heeft gisteravond mij een videootje gestuurd. En ik weet niet of jullie een beetje Engels kunnen verstaan. Het is een Amerikaanse evangelist, woont in Israël, getrouwd met een Joodse vrouw, Ferret. En zij gelooft ook in de Heer Jezus en hij brengt ook het evangelie daar. Maar omdat we die bidstonden houden, twee wekelijks in de synagoge in Harderwijk, krijg ik elke week updates van hem. En nu heb ik hem gevraagd of hij ook voor deze middag wilde vertellen hoe of wat. En zijn zoon Matan, die helpt hem daarbij. Die jongen is autistisch. En het blijkt, schreef hij, dat dat voor hem een hele goede manier is om filmpjes te maken. Dat hij daar rustig van wordt, blij van wordt. En dat hij er heel blij van is dat het zelfs de zee overgaat en hier in Nederland terechtkomt. Dat is een kwetsbare jongen. Maar het is mooi dat hij aan dat filmpje mee wil werken. En dat Bill ons de laatste gebedspunten wil doorgeven. Misschien zou je die willen laten zien. Kan het geluid? It's Friday, and since the last time I was with you, a lot has happened. Hassan Nasrallah, the leader of Hezbollah for several decades, was eliminated by the IDF in Beirut in a massive attack on an underground bunker that many thought was impenetrable. The IDF also took out a number of top leaders of the terror organization and some Iranian advisors. This has caused Iran to threaten to retaliate, which they did on October 1st, 3 days ago, with the largest ballistic missile attack in history. It's a miracle that only one person was killed, and that a Gazan who just happened to be in Jericho. There were a couple of very minor injuries. There was some damage to houses,
but no one was sent to the hospital. It really is a miracle. Sadly, just before the Iranian attack, there was a terror incident in Jaffa, resulting in 6 Israelis being gunned down by 2 terrorists who were then neutralized. There is a ground operation going on right now in Lebanon, which is a very big deal, the first time since 2006. Sadly, there was already news of 9 soldiers, 8 plus 1 more, and the IDF is making great advances trying to dismantle Hezbollah infrastructure in southern Lebanon. They've also been bombing continually in the Hezbollah stronghold of the neighborhood in Beirut where they're based. Plus, they have bombed the border crossings with Syria from Lebanon so that new weapons cannot enter, because Iran has been trying to feed new weapons in. In the Gaza Strip, the Hamas is really on their heels. The IDF is essentially in a mopping up operation, and it has now come out that some 3 months ago they eliminated the de facto civil administrator of the Hamas terror organization. After the attack from Iran, there is much talk about Israel's response. Israel has made it clear that they will respond. There is a lot of pressure from the United States not to attack any Iranian nuclear facilities. In any event, Israel, I'm confident, will do what they feel is best at the time they feel best and in the way that they feel best. There's a lot of talk about Israel possibly attacking Iranian oil facilities. In some positive news, we were able to see a young man come to faith last Saturday, almost a week ago. Somebody who's been reading the New Testament for about a year, has been to our home several times and to the fellowship several times. So there was a salvation message preached last Shabbat and an invitation given, and I'm very glad to say that he was ready to respond, and now we're looking for a way to disciple him. Prayer requests. Please pray for Israel's leaders. They need much wisdom regarding Iran and all the other fronts in this war, which will be 1 year in just 3 more days. Pray for this new believer. I won't tell you his name, but he lives right in our neighborhood, a stone's throw from our house. Pray that his faith will grow deeply and quickly. Pray for Israel's intelligence network. It's amazing. And how they were able to insert these pagers and walkie-talkies into the Hamas network and then explode them, killing only the terrorists themselves, wounding only the terrorists, is a wonder to the entire world. Also, how they're able to pinpoint the leaders and eliminate them is something that's causing our enemies great concern, because they don't know how Israel is discovering this information. Pray, please, against pressure from the U.S. and other allies of Israel to do this or not to do that. Pray that Israel's leaders would make the decisions that are best for this nation. Pray for the success of the ground operation in Lebanon. It's very challenging. Hezbollah has been preparing for this for almost 20 years since the last war. There are many booby traps, many situations where the enemy is waiting for them, many tunnels, but the IDF is well trained after a year of fighting in Gaza, and some of the crack troops are at the lead in Lebanon right now. Pray, please, for the protection of Israelis. This is holiday month. Many Israelis are abroad if they can get flights, and there's not very many airlines besides the Israeli airlines that are flying. But we know that our enemies, and especially Iran, is seeking for ways to harm Israelis in any country around the world where they can be found. Finally,
Please pray for the many small groups that the organization I'm with, OM, is trying to foster and encourage. There are about 20 groups that we know of, and more we hope will be planted in the near future. Shabbat Shalom, Shana Tova, a Happy New Year on the Jewish calendar, and we thank you for praying. Okay, thank you. And the volgende dia. Ja, ik heb dit in de inleiding gezegd. Het evangelie is eerst voor de Jood en ook voor de Griek, staat in Romeinen 1 vers 16. Zo de Heer wil, ga zelf naar Israël 14 oktober. Dan begint ook het Loofhuttenfeest en dan gaan we ook daar proberen mensen te bemoedigen, te spreken over het evangelie. En de actie die ik hier in de gemeente heb neergelegd voor de kaarten, de aanzichtkaarten die jullie allemaal beschreven hebben, bemoedigingskaarten, die willen we daar dan gaan uitreiken om het met de mensen te delen, zodat er vragen komen. En we, als er vragen komen, Johan leerde mij, als iemand vraagt mag je een antwoord geven, dat heb je ooit gezegd. En dus we hopen dat er vele vragen komen en dat dan Gods onmisbare leiding er zal zijn. En om dat te delen met elkaar op straat. En ik heb altijd boven die tekst van Mozes boven mijn leven gezet. Toen zei Mozes, weet je wel, toen moesten ze verder trekken door het land. En kwam de Mozes voor de tweede keer bij de Heer. En die zei die Heer, als u niet met ons meegaat, dan willen we niet gaan. En wie gaat u dan voor ons uitzenden? En dan zegt de Heer ook eigenlijk, ja, ze zei Mozes, als uw aangezicht niet met ons meegaat, laat ons dan hiervan vertrekken. En dan besluit de Heer niet zijn engel voor hem uit te zenden, maar dan gaat hij zelf met ze mee. En dan mag hij opnieuw weer die twee tablets uit de rots hakken. En dan met de Heer zijn rechtervinger beschrijft hij hem. En dan gaat het volk verder. En dat is ook ons gebed als we daarheen gaan. Heer, ook Heer, als u niet wil dat we niet gaan, dan gaan we niet. Dus de Heer moet al de struikelblokken wegnemen. Of hij zegt gewoon, we gaan niet. En volgende outreachgroep, die werd teruggefloten en die is ook niet gegaan. Dus we gaan het zien. Maar struit u mee in gebed. En af en toe zet ik wat informatie in de Battle-app. En dan gaan we het zien. Is er nog een dia? Ja, dit is dan vorige outreach. Die hebt u misschien al eens gezien. Daar zit ik in de bus, praat ik met iemand. En daar op het... op het plein voor de klaagmuur, de kotel. En daar rechtsboven, rechtsbovenin zijn we in het hostel en zijn we aan het zingen en aan het doen. Nog een foto misschien? Ja, dit is, ik weet niet of u het lezen kunt. Mocht u willen bijdragen aan het werk. De evangelieverspreiding, het drukken van de Bijbels, het uitdelen van evangelisatiemateriaal en het organiseren een evangelisatiekampen voor jongeren en gezinnen. Of dat u een Bijbel wilt financieren. Ik heb een beetje de prijs erbij gezet. U kunt het altijd overmaken naar Bethel. Daar is een speciale rekening voor geopend. Niets loopt via mij. Het loopt allemaal zodat alles transparant is via de penningmeester van Bethel. Waar ook weer inzage is in de boeken, zodat niets aan de strijkstok blijft hangen. Ik denk dat we dan nog nu naar een pauze gaan en een collecte dan gaan houden. Ik kan even langs gaan met een collectezak. Sorry? Eerst één lied zingen. Oké. Okay. Dan kan jij, Chris, misschien... komt de tekst op? De beamer. Welk lied gaan we zingen? Hinei Matov. Ja, top. Hinei Matov, ken je uit je hoofd? Oké, Hinei Matov. Je mag het ook gaan staan hoor, als je dat wil. Want het is een echt mooi lied om te staan en te zingen. Het gaat over Psalm 133.
Simeon, kunnen we ook nog Am Yisrael Chai zingen? En dan ook eindig zingen. Ja, maar nu ook, hè, alvast. We zijn, kan dat? Tussendoor? Weet u, dat is het lied wat wij, als we daar in het Loofhuttenfeest daar is. Dat is, Israël leeft, betekent dat. En Israël zal leven. En als wij dan gaan daar die duizenden mensen langs de kant van de straat zetten en we ze die ansichtkaart ook gaan uitdelen, dan gaan we ook Am Yisrael Chai zingen. En dan gaan ze allemaal meezingen. En dan weten ze gewoon, dat is natuurlijk ontzettend mooi als ze dan weten dat er gewoon mensen naast hun staan. En dat ze een hoopvolle toekomst hebben. Am Yisrael Chai. Het is een eenvoudige tekst. Ik denk dat hij helemaal aan het eind staat, Chris. Misschien het ene laatste lied of zo. Yes. Ah. Ja. Gaat steeds sneller, steeds mooier. Am Yisrael, Am Yisrael, Am Yisrael Chai. 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 Ot Avinu Chai, Ot Avinu Chai. Ot Avinu, Ot Avinu, Ot Avinu Chai. Am Avinu Chai, Ot Avinu Chai. Ot Avinu, Ot Avinu, Ot Avinu Chai. Am Yisrael, Am Yisrael, Am Yisrael Chai. Am Yisrael. Toen Netanyahu in de Verenigde Naties pas daar aan het spreken was in die vergadering, toen zei hij ook op laatst, Am Yisrael Chai. En dat zeggen wij ook. En wij blijven hier allemaal heel houterig stilstaan, maar zij gaan daar swingen door de straten heen, omdat iedereen weet, dit is mooi, en daar bemoedigen ze elkaar mee. We gaan zo pauzeren. Er is een boekentafel. En Maria heeft hier een tafel met allerlei spullen waarmee we ter financiering ook van de economie in Israël. Die ligt natuurlijk op zijn gat. Alhoewel de beurzen nog hoog staan. Maar goed, daar begrijp ik ook allemaal niet hoe dat werkt. Boekentafel mag u zoeken, koffie, thee. En dan gaan we fris. We zetten een raam open. Oké. Maar Gertie, ga jij nog één keer voor ons mooi de shofar blazen? Hier. Ja, nu en straks ook nog een keer, maar dan blijven we in de sfeer. De Heer heeft het je niet voor niks geleerd. Er schijnen hele mooie kalenders te liggen, Johan, zei jij? In het Engels. Oh, dan kunnen we ook meteen ons Engels ophalen. Dus neem ze gewoon mee en kijk er wat van uw gading bij is. En als de Heer het in uw hart legt dat u er een bijdrage wil geven, dan staat er ook een potje. En daarmee wordt het weer het nieuwe materiaal gefinancierd. Goed, dan zien we elkaar over een kwartiertje weer hier. Oh ja, collecten. Ja, sorry, vergeet bijna. Kan die nog een keer? Dan ga ik even met de collectie thuis.
als je weer plaats wil nemen, dan gaan we nog één lied met elkaar zingen. We gaan eerst het volkslied zingen met elkaar. Hatikva, het lied van de hoop. Hatikva. En in zoverre het kan, gaan we dat staande met elkaar zingen. En als we dat lied gezongen hebben, dan mag ik het woord aan Johan geven. Ik heb hem volgens mij op de PowerPoint staan, de tekst. Nog wel? Ik heb zo mooi. Hij staat hier niet op. Kijk. Het is jammer. Ja, ik kan hem er niet meer opzetten. Goed, degenen die het kennen, die zingen vooral uit volle borst mee. En wij luisteren. Ja. Goedemiddag, broeder. Door die bottleneck. Dicht, maar ik was gelukkig nog op tijd. En ik heb ook heerlijk genoten al van het verslag. Er waren ook weer dingen nieuw voor mij. Wat betreft de achtergrond van Victor en Susie Smadja. Ja? Hij is toch uitgegaan, denk ik. Oh. Hij doet het. En dat is altijd weer mooi als je weer nieuwe dingen leert. Weet je, broeders en zusters, als je een beetje langer mag leven, en sommigen van ons, ja, die horen bijna al bij de sterken, dan kijk je terug op je leven en het wordt eigenlijk zo mooi dat je ziet hoe de Heere God op wonderlijke wijze gebeden die soms al heel lang geleden gebeden zijn, verhoort. Ik wil ook iets vertellen hoe dat allemaal begon met de familie Smadja. Maar dat was zo bijzonder. Ik ben tot geloof gekomen in de woestijn, dat weten velen van jullie. En met de familie Peck zijn we toen een werk begonnen in de Sinaï-woestijn. Hadden we een tent. En natuurlijk, we moesten altijd Bijbels hebben. Nou ja, de eerste zuster waar wij Bijbels van kregen, die had al die Bijbels gekregen van Corrie ten Boom. En ze had Bijbels in meer dan 30 verschillende talen. En zij was tot geloof gekomen door Jesaja 53. Ik wist van geen Jesaja 53 af. Maar eigenlijk, vanaf dat moment ben ik ook gaan leren, net als ook
Daar staat in die Bijbel om het evangelie te brengen vanuit hun Bijbel, de Tanach, het Oude Testament. Op een gegeven moment kregen wij een bericht uit Jeruzalem. De Schotse kerk hadden hun Bijbels verwisseld in de kerk. Dus al die oude Bijbels waren verdwenen naar de kelder. Toen vroegen wij, mogen wij dan die oude Bijbels hebben? Nou, we hebben toen echt kisten met Bijbels gehaald uit de kelder. Meegenomen naar de Sinaï-woestijn, Noeba. En dat wisten wij niet, maar Victor en Susie en de kinderen waren toen nog klein, ook Eli, die kwamen naar Noeba als familie om te vissen in de Rode Zee. Maar wat zagen ze daar? Onder iedere palmboom zat zo'n zwerver, zo'n hippie of een Israëli, de Bijbel te lezen. En ze waren helemaal onder de indruk. En daar is het contact begonnen. Wij vonden favor, wij vonden vriendelijkheid in de ogen van Victor. En hij wist het, wat daar gebeurt in de Sinaï-woestijn, dat is authentiek. Zij verspreiden Gods woord. Dit is misschien al bijna 50 jaar geleden. Maar vanaf dat moment stond de drukkerij altijd open voor ons. En broeders en zusters, ik heb wat Bijbels gehaald. Op een gegeven moment kwamen er meer dan 1 miljoen Russische Joden uit Rusland. En ik had toen zo'n blauw Volkswagenbusje, zo'n hippe. En nou, ik stampte me helemaal vol. En ik ging bij de markt staan en de hele dag kniegebiesblad na kniegebiesblad. En vertelde je, dit zijn jullie wortels. Want ze wisten dat ze Jood waren, maar ze hadden ook nog nooit een Bijbel gezien. En er zijn duizenden Bijbels naar de mensen gegaan. Maar niet alleen Joden en Arabieren. Op een gegeven moment kwamen er ook gastarbeiders uit China, uit Roemenië. En ja, dan ben je zo dankbaar dat je een drukkerij hebt die zelfs blij is dat je komt, zodat die grote voorraden weer onder de mensen komen. Volgend jaar, als de Heer Jezus nog niet teruggekomen is, heb ik een verrassing voor jullie. Victor Smaatje heeft jaren geleden een boekje uit het stof gehaald van een zoon van een Poolse rabbijn, zoon. En dat was in het begin jaren 1900. En die is op wonderlijke wijze tot geloof in de Heer Jezus gekomen. Uiteindelijk in Engeland terechtgekomen. En hij openbaart aan ons, nou ja, veel wat er geleerd wordt in het Jodendom, wat niet klopt. Een van de dingen, toen ik het las, wat mij opviel, zij noemen de bijboeken, Talmud, Gemara, al die bijboeken, dat noemen ze wijn. En ze noemen de Bijbel water. Toen dacht ik, hé, dat komt bekend voor. Want de Heer Jezus, zijn eerste wonder, was op een bruiloft waar hij het water in wijn veranderde. En misschien dacht hij daar wel aan. Want ze stellen de bijboeken hoger dan het woord van God. Nou, dat boek hoop ik volgende jaar daar op de tafel te hebben. Het is bijna klaar. Ik had gehoopt het vandaag bij me te hebben, maar dat is niet gelukt. Maar goed, dan hebben we nog wat te goed. En dan heb je ook een reden om volgend jaar weer terug te komen. Maar broeders en zusters, dan begint zo'n werk, zo'n samenwerk. En ja, ik heb met Victor en Susie, en ze hadden altijd van die Marokkaans, met de Shabbat, dan ging ik daar wel eens eten. Ja, couscous. Couscous heb ik wel eens bij hun gegeten. Dat is Marokkaans, dat is lekker. En ja, dan gaan natuurlijk heel veel oude herinneringen komen weer naar boven. Nu is het zijn zoon. Maar ik had hem een paar maanden geleden gewoon een e-mail geschreven. En toen schreef hij een korte e-mail terug. Ik heb te veel stress aan mijn hoofd. Mijn zoon is al zo lang weg. Schrijf mij maar weer na de feesten. Dus ik wist het wel. Je kunt heel moeilijk contact houden met de mensen in Israël op het ogenblik.
En bezoeken, daar zitten ze ook echt niet op te wachten. Afspraken maken. Ik zie je wel bij de gemeente, zeggen ze dan. En daarom ook, ja, het heeft geen zin om daar naartoe te gaan. Ze zijn veel te veel van streek. Maar in dit alles, dat is ook bemoedigend, gaat Gods geest gewoon door. De Heer is op zijn troon. Er gebeurt hem niets bij toeval. Hij weet het einde van het begin. En Gods wegen zijn hoger dan onze wegen. En dat is wel bemoedigend dat ook nu de mensen tot geloof in de Heer Jezus komen. Ik vond het ook bemoedigend dat dat er ook bij was bij het filmpje. Ook in mijn eigen leven, toen ik trouwde met Linda, toen moest ik Israël vaarwel zeggen. Want Linda was een moeder, een oma. Ja, en toen wist ik, dat moet ik laten gaan. Ook in mijn hart, anders zal ik nooit meer gelukkig worden. Als ik in twee landen leef, dat is geen doen. En het heeft moeten sterven in mijn hart. Maar dan ben je zo bemoedigend. Dan is het zo bemoedigend dat je dan naar Hadden mag komen om toch weer te mogen spreken en een steentje bij te dragen aan dat werk in Israël. En u weet ook, de Heer heeft op wonderlijke wijze deuren voor mij geopend bij Family 7. Om al die schatten die opgeslagen waren in mijn hart, jaren op mijn knietjes gelegen daar in die woestijn met een open Bijbel, om die nu aan ons volk door te geven. En dat is ook met dat boekje. Dat boekje heeft misschien wel 50 jaar in het stof gelegen. Maar ja, dat zo'n boekje dan in de handen komt en dat iemand zegt, dat gaan we vertalen om het aan ons volk door te geven. Zo is er voor hen die geloven in de Heer Jezus niets te vergeefs. Amen. Omdat Jezus leeft, is niets te vergeefs. Als de Heer Jezus niet was opgestaan uit de dood, zou alles te vergeefs zijn. Maar je ziet, als je langer mag leven, dan zie je de goede hand van God hier werken, daar werken en daar werken. En vanmiddag wil ik gewoon heerlijk spreken over, nou, de Bijbel natuurlijk. Weet je, wat er nog over is van het paradijs, dat is de rust van God, de Shabbat, maar ook het huwelijk. En dat is zo mooi, want de Bijbel begint met een huwelijk. De Bijbel eindigt met een huwelijk. De bruiloft van het lam. En het eerste wonder van de Heer Jezus heeft hij gedaan tijdens een huwelijk om water te veranderen in wijn. Nou, als je Exodus 19 leest, Exodus 20... dan maakt de Heere God daar een verbond, een soort verloving met Israël. En later in Jeremia 2, dan zie je dat de Heere God, die noemt Israël mijn vrouw, mijn bruid, mijn geliefde. Maar als je de Bijbel bestudeert en je kijkt dan naar Jesaja hoofdstuk 5... en je leest Jeremia hoofdstuk 2 of het boek Hosea, dan weet je ook dat het volk hoereert. Dat het volk niet trouw is. Dat begon al bij de Sinaïberg. Want zij waren aan het dansen rond het gouden kalf. En je kunt het lezen in het Hebreeuws. Zij noemen de Heere God zelfs Yahweh. De Heere zond profeten. De Heere zond meer profeten. Uiteindelijk kwam de Heere Jezus zelf. Nou, voor een huwelijk is er een bruidegom nodig, toch? En er is ook een bruid nodig. Dat is belangrijk. Nou, de bruidegom is er. Dat weten we 100%. De bruidegom, dat is de Heere Jezus Christus. En in de volheid van de tijd is de Heere Jezus Christus naar deze aarde gekomen om zijn bruid te verwerven. Maar wat zien we?
dat die bruid, Israël, constant weerspannig is. Als de Heer Jezus wonderen doet, dan zeggen ze, het is in de kracht van de demonen. Als de Heer Jezus gewoon meedoet aan een feestje, dan wordt hij dronkaard genoemd. Als hij de tollenaars bemoedigd en bewogen voor hen is, dan is hij een vriend van tollenaars. En hij krijgt ruzie met ze als hij goed doet op de Shabbat. Hij komt in constant conflict met zijn bruid. Hij kwam smoorverliefd op deze aarde om zijn bruid te trouwen. Maar wat was het met Israël? Constant weerspannig. Constant hardnekkig. Constant hem afwijzen. En de haat tegen hem groeide en groeide en groeide. En uiteindelijk zeggen ze, wij willen u niet als koning, wij willen Caesar als onze koning. Kun je het geloven? Maar toch heeft dit de Heere God niet verrast. Want alle leiders werden de eerste keer afgewezen. Denk maar aan Jozef. Ik denk maar aan Mozes. Ik denk maar aan Joshua als verspieder. Ik denk maar aan David de eerste keer. Dat is negatief. Maar het positieve is dat ze de tweede keer bogen voor Jozef. Dat ze de tweede keer geloofden in Mozes. Dat ze de tweede keer Joshua volgden in het beloofde land. Dat ze de tweede keer David aanvaarden als hun koning. Dus de eerste keer afwijzing, de tweede keer aanvaarding. Vanaf het paradijs zien wij een huwelijk. Maar dan horen we ook die woorden voor het huwelijk. Het is niet goed voor de mens dat hij alleen is. Dan denk je alleen in eerste instantie aan Adam. Want ja, daar is die geschiedenis. Maar als je dan luistert naar de Heer Jezus, wat zegt de Heer Jezus? Het zijn de schriften die van mij getuigen. Dus als daar staat, het is niet goed dat de mens alleen zij, spreekt de Heer God niet alleen tegen Adam, maar ook tegen de tweede, de laatste Adam. Want het zijn de schriften die van hem getuigen. Als je daar eenmaal zicht op krijgt, dan krijg je een nieuwe Bijbel. Er staat zelfs in Openbaring het getuigenis van de Heer Jezus. Dat is de geest van de profetie. Nou, wat gebeurt er met de bruidegom die smoorverliefd naar Israël komt? Het land van het verbond. Het volk dat zijn bruid, zijn vrouw is. En ze wijzen hem af. Wel, deze woorden zegt de Heer Jezus zelf. Na anderhalf jaar te hebben gediend in Galilea. Matteüs 11, vers 20 tot 24. Dit is de eindconclusie. Toen begon de Heer Jezus de steden waarin de meeste krachten door hem verricht waren te verwijten dat zij zich niet bekeerd hadden. Wee u Chorazin, wee u Bethsaida, want als in Tyrus en Sidon de krachten gebeurd waren die in u plaatsgevonden hebben, dan zouden zij zich allang in zak en as bekeerd hebben. Maar ik zeg u, het zal voor Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn op de dag van het oordeel dan voor u. Wie woonde er vroeger in Sidon? Izebel. De vader van Izebel woonde in Sidon. En de vader van Izebel was de, nou ja, zou maar zeggen, de voorganger van de Baaldienst. Sidon was in de tijd van Elia het centrum van de Baaldienst. Dat is wel bijzonder, want toen Achab hem zocht, zond de Heere
Elia naar een plaatsje Sarfat in de buurt van Sidon. Daar zochten ze natuurlijk een Joodse profeet niet, in dat Baal-gebied. Maar daar in Sidon zou het verdragelijker zijn op de dag van het oordeel dan voor u. En u, Capernaum, betekent dorp van troost, die tot de hemel toe verhoogd bent. U zult tot de hel toe worden neergestoten, want als in Sodom de krachten waren gebeurd die in u hebben plaatsgevonden, dan zou het tot op de huidige dag gebleven zijn. Maar ik zeg u dat het voor het land van Sodom verdraaglijker zal zijn op de dag van het oordeel dan voor u. En zo was de eindconclusie van de Heer Jezus aan het eind van anderhalf jaar dienen met wonderen en tekenen rondom Galilea. En er staat er iets heel belangrijks in hoofdstuk 13, vers 1 van Matthäus. Op die dag verliet Jezus het huis en ging bij de zee zitten. Het huis is een beeld van Israël. En de zee in de Bijbel is een beeld van de volken. En wat zegt de Heer Jezus? Ik heb ook nog andere schapen. En die moeten ook komen. Dus op een gegeven moment gaat hij in gelijkenissen spreken, omdat ze hem niet meer begrijpen. En op een gegeven moment gaat hij uit het huis naar de zee. En dan komen we hier een moment tegen in hoofdstuk 15. En dat heeft mij zo geraakt de laatste tijd. Want de Heer Jezus neemt een time-out. Een kleine vakantie, een rustperiode. Hij verlaat Galilea en hij gaat naar Sidon. Hij gaat, het is nu ook weer in het nieuws, de grens van Libanon. Zuid-Libanon, Sidon. Daar is hij niet direct voor een bediening, maar hij is er eigenlijk om bij te komen na al die jaren van tegenwerping, van al die jaren van niet begrijpen, van hem beschimpen, van hem afwijzen, om bij te komen. Maar niet voor altijd, want hij moet nog een groot werk gaan doen. Maar voordat hij dat gaat doen, zijn laatste wandel, als hij zijn gezicht gezet heeft op Jeruzalem, gaat hij naar het buitenland. Nou, daar is hij in een tijd van, zeg maar, rust. Maar ja, de Heer Jezus is de uitgegoten olie of de uitgegoten parfum. Nou, en parfum ruik je. Waar de Heer Jezus was, ja, daar waren mensen tot hem getrokken. En zijn geluid ging natuurlijk overal rond, zijn wonderen en zijn tekenen. Had duizenden mensen genezen in het noorden van Israël. En daar heeft hij een ontmoeting. Nou, als jong gelovige begreep ik dit niet goed. Maar ik zal het nu nog een keer proberen. Kom je nog even mee met mij? Matthäus 15, vers 10. Doet hij het weer? Ik drukte hem uit. Ik ben zo blij. Jezus redde mij. Ik moet even mijn ei kwijt. Oké. Okay. Gaan we mee naar de Canaanese vrouw. Ik dacht altijd dat dat Canaanitische vrouw was. Maar ze heeft een nieuwe naam. De Canaanese vrouw. Matthäus 15 vers 21. Als jonggelovige begreep ik het niet zo goed. Maar heeft u dat ook? Je komt een bepaald gedeelte tegen in de Bijbel en dan denk je, nou, ik vind het maar moeilijk, ik vind het maar apart. Nou, gewoon door blijven lezen. Over een paar jaar later krijg je er misschien nieuw licht op. Zo gaat dat bij mij. En ik heb er denk ik een klein beetje nieuw licht op gekregen. Allereerst, die Canaanese vrouw, die had veel tegen. Allereerst, sorry zusters, niet boos worden. Maar, ja, kon ze ook niks aan doen. Ze was een vrouw.
En voor religieuze Joden, die bidden iedere dag: dank u wel dat ik geen heiden ben en dank u wel dat ik geen vrouw ben. Wat een verandering voor Paulus. Hè? Die ons gelijk brengt. Die zelfs spreekt over de bruiloft. En die de Heere God Abba noemt. Want de religieuze Joden, die noemen Yahweh niet, ze noemen hem Heer, Adonai. Dus Paulus was totaal veranderd. Zij was een vrouw, zij was een Canaanitische of een Canaanese vrouw. En wat moest er ook alweer gebeuren met die Canaanieten? Dat staat in Deuteronomium 7. Wat had Jozua moeten doen met die Canaanitische mensen? Die hadden uitgeroeid moeten worden, ja. Want de zonde had de oppervlakte bereikt. Maar ja, daar is Jozua niet aan toegekomen. Waarschijnlijk door, ja, ongehoorzaamheid. Dus deze vrouw was eigenlijk een trofee van Gods genade dat ze nog leefde. De achtergrond is rondom Galilea weerstand, afwijzing, ondermijnen, verharde harten. Het hoogste wat hij bereikt heeft, is bij de discipelen. Klein gelovigen. Dat was het hoogste wat hij bereikt heeft. En nou komt deze Canaanese vrouw. We lezen het gewoon. En Jezus ging vandaar weg, vertrok naar het gebied van Tyrus en Sidon. En zie, een Canaanese vrouw die uit dat gebied kwam, riep naar hem: Heere! En dat roept ze 3 keer. Wat moet dat een vreugde gegeven hebben in haar hart. Zij noemt hem Heere. Indien wij met onze mond belijden en in hem geloven als Heere, want hij is de Heere, Yahweh. Ze noemt hem Heere. En dan zegt ze: Zoon van David. Ja, maar dat is een messiaanse titel. Er was een blinde man in Jericho, die riep dat ook. Wie was dat ook alweer? Bartimeus. Maar Bartimeus was een Jood. Nou, zij was een Canaanese vrouw. En toch noemt ze hem zoon van David. Dat had zij natuurlijk gehoord ergens. Maar hier zie je een vrouw die buiten het verbond leeft. Die de zaligprediking nooit gehoord heeft. Die de verbonden niet kent. Zij had toch zaad in haar hart. Dat vind ik ook zo mooi bij die Samaritaanse vrouw. Wat zegt de Samaritaanse vrouw? Als de Messias komt, dan zal die ons alles openbaren. Broeders en zusters, mocht je een buurvrouw of een buurman hebben die nooit naar de kerk gaan, er zit ook zaad in hun hart. Want de Heere spreekt 1 à 2 keer tot ieder mens. Er is niemand met een excuus. Er zat zaad in haar hart. En wat moet dat hem vreugde gegeven hebben? Heere, zoon van David, de grote zoon van David, zo noemt ze hem. Ontferm u over mij. En dit vind ik ook zo mooi, dat mensen die niet geloven hebben soms heel veel liefde voor hun kinderen. Amen. De vader aan het eind van Johannes 4 was een man met een belangrijke baan, maar zijn zoon was ziek en hij ging van Capernaum helemaal naar Nazareth. En hier is een vrouw. En haar dochter is demonisch belast. Nou, dat is niet gezellig. Dat is niet gezellig als je met je dochter samenwoont en zij is demonisch belast. Nou, deze vrouw was ten einde raad. Zij woonde in het gebied van de afgoden, maar ze had haar rug gekeerd naar alle afgoden. En als gevolg van deze crisis in haar leven ging zij naar de Heer Jezus. En ze noemt hem Heere en Zoon van David. En dan zien we iets in vers 23. Hij antwoordde haar met geen woord. En dat is natuurlijk vreemd. Want
van nature spreekt de Heere. Waarom antwoordt hij haar niet? Maar ja, die titel, zoon van David, was voor het Joodse volk. Maar hij stuurt haar ook niet weg. In vers 32 komt er een mooie conclusie. De Heere Jezus was innerlijk met ontferming bewogen. Hij was niet onbewogen. Hij was met ontferming bewogen. Maar hij zegt niks. En de discipelen praten wel en die zeggen, stuur haar weg. Want zij roept ons na. Zij dachten misschien bij zichzelf, joh, genees die dochter. Je hebt er duizenden genezen. En stuur haar weg, want ze roept ons na. Straks hebben we helemaal geen vakantie met dat geroep om ons heen. Maar de Heer Jezus stuurt haar niet weg. Hij stuurt nooit iemand weg. Amen. Als wij komen, stuurt hij ons niet weg. Maar zijn reacties zijn in eerste instantie een beetje vreemd. Maar als je dan verder doordenkt, dan denk je, nu begrijp ik het. Kijk, de Heer Jezus kende deze vrouw vanaf de moederschoot, toch? Zij was ook geweven in de moederschoot. En de Heer Jezus is God. De Heer Jezus is alwetend. En de Heer Jezus wist, als ik deze vrouw test, dan horen de discipelen iets nieuws. Want hij was er moe van, dat oppervlakkige kleine geloof. En deze vrouw wordt getest. Maar naar de mate dat zij getest wordt, groeit zij in haar geloof. Je ziet dat ook zo mooi in Johannes 9. Bij de blindgeborene. Te meer ze hem onderuit halen, te sterker dat hij naar voren komt. Hij groeit door de tegenstand. En hoe laten we de vlieger op? Met de tegenwind. En nadat hij mij getest heeft, ik zal als goud, niet als grind, tevoorschijn komen. Het volgende wat hij dan zegt, is, ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël. Daar hebben we het vanmiddag al over gehad. Dat was zijn eerste opdracht. Zijn vrouw, zijn bruid. Maar wat was het probleem met zijn oud-testamentische bruidvrouw? Verloren. En daarom zijn we hier vanmiddag. Wij zijn tot overtuiging gekomen en daarom evangeliseren wij in Israël. Daarom drukken wij Bijbels. Het Joodse volk is verloren. Net zo verloren als de Canaanese vrouw. Allen derven de heerlijkheid van God. Er staat maar één zonde over de vrouw van Lot. Maar ze werd wel een zoutpilaar. Er is niemand die niet gezondigd heeft. Wij zijn in zonde geboren en wij zondigen. Maar hier zegt hij weer, en dat is die bedeling voor het kruis. Hij was eerst gekomen voor zijn oud-testamentische bruid, voor zijn vrouw. En hij was eerst gekomen voor de kinderen. En dan vind ik die reacties zo mooi. Hè? Dan zegt zij, zij kwam dichterbij. Nou, dat maakt de duivel zenuwachtig, hoor. Als je denkt, nou, ze gaan met hoge benen, loopt ze weg. Gaan we naar een ander toe? Nee, nee. Zij komt dichterbij. En ze valt op haar knieën. En ze begint hem te aanbidden. Dat is heerlijk. Maar er komt er nog iets. Help mij, roept ze. Hij antwoordde echter en zei, het is niet behoorlijk het brood van de kinderen te nemen en naar de hondjes te werpen. En zij wist, ik ben een hondje. En de discipelen wisten, en wij zijn de kinderen. Zij zei, ja, heren, je hebt gelijk. Je hebt gelijk. Kijk, deze houding, hè. Je hebt gelijk. Maar de hondjes eten ook van de kruimels die er vallen van de tafel van hun bezitter. Hoe zijn wij opgegroeid? Kruimeltjes is ook, dat is ook brood. Zij kende haar houding. Zij zegt, ja, maar ik ga wel onder die tafel zitten, hoor. En als er dan per ongeluk een kruimeltje van de tafel afvalt, dan is dat kruimeltje wel voor mij. En daardoor blijf ik wel in leven.
Broeders en zusters, ik ben in Israël tot geloof gekomen. In het begin, ik sprak geen woord Hebreeuws. Ik had geen Israëlisch paspoort. Ik ben niet in het leger geweest. Ik voelde me altijd in Israël, want verder had ik geen kennis, een soort tweede rangs gelovige. Want ja, ik sprak niet goed Hebreeuws en dan voel je je toch een beetje een buitenstaander. Bij gesprekken kon je het niet helemaal volgen in het begin. En ja, ik had geen Israëlisch paspoort en ik was niet in het leger geweest. En ik had gewoon een toeristenpaspoort. Maar toen heb ik me hier zo aan opgetrokken. Want bij God is geen aanzien des persoons. Amen. En als een Canaanese vrouw was ik daar in Israël, onder de kinderen, onder het verbondsvolk. En ik heb altijd gedacht, ja, maar in mijn positie ben ik niet minder dan zij. Want ik heb ook de Heilige Geest ontvangen. Ik heb ook de Heer Jezus in mijn hart. En laat mij nederig zijn. Laat mij nederig zijn. Want kruimeltjes is ook brood. En dat hield het hondje in leven. Nou, de eindconclusie is, de Heer Jezus had genoeg gehoord en hij roept, o vrouw, groot is uw geloof. Het zal gebeuren zoals u wilt. En haar dochter was vanaf dat moment gezond. Groot is uw geloof. Dit had een effect op de discipelen. Want in het boek Handelingen veranderen zij van kleingelovigen naar grootgelovigen. Zij zetten zelfs de wereld ondersteboven in 30 jaar tijd. En nog één klein ding. Die dochter was genezen. Maar we weten niet of dat die dochter geloofde. Wat wel wij weten is, die vrouw riep om ontferming. Die vrouw verlangde geholpen te worden. Die vrouw ging naar de juiste persoon. Ze had nee gezegd tegen alle personen, net als Petrus. Waar zullen wij heen gaan? U alleen heeft woorden van, er is niemand zoals de Heer Jezus. En we moeten altijd bij hem blijven. En bij hem blijven. En wat hij ook zegt, nederige houding. Ga maar zitten onder die tafel. Want de kinderen aten het brood niet. Maar zij die onder de tafel zat, genoot van de kruimeltjes. En zij kreeg een titel. Groot is uw geloof. En zo mogen we dan ook weten dat de Heer Jezus, hij werd afgewezen door zijn eigen volk. Maar hij is niet teruggegaan naar de Vader. Want hij had een verrassing. En dat zegt hij in Matteüs 16, vers 18. Dan gaat hij spreken over, ik zal mijn gemeente bouwen. En daar is iets uit voortgekomen wat zo mooi is, wat zo rijk is. Want door de afwijzing van Israël ging hij spreken over mijn gemeente. En wanneer is de gemeente van God geboren? Op de Pinksterdag. Eerst Joodse mensen, waarin de Heilige Geest kwam wonen. Daarna half-Joodse mensen, de Samaritanen. En uiteindelijk de niet-Joodse mensen. Eén gemeente. In het Oude Testament, met de eerste bruid, was het een wijngaard, een huis. Maar het nieuwe verbond met de gemeente van God is een nieuw woord gekomen. Het lichaam van Christus. En wat nu zo mooi is, dat de Heer Jezus niet teruggegaan is, teleurgesteld, maar dat er voor de grondlegging van de wereld al bekend was dat hij afgewezen zou worden, maar dat hij toch een bruidsgemeente zou ontvangen. Van Joden, half-Joden en niet-Joden. En ik hoop zo dat je geniet van die relatie. Want weet je, wij zijn één geest met hem.
Wij zijn als gelovigen verbonden met het hoofd. Dat leert Saulus mij. Want wat was de Heere Jezus? Wat zei hij uit de hemel? Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Met andere woorden, als ik hier door de stormen ga en ik word vervolgd en ik krijg klapjes, dan voelt de sympathieke hoge priester in de hemel alles. In mijn benauwdheid is ook hij benauwd. Die relatie die wij nu hebben, is zo uniek. Weet je, dat onze relatie met de Heere hechter is als de relatie die Adam had met de Heere voordat hij zondigde. Want voordat Adam zondigde, wandelde hij met de Heere. Maar nu woont de Heere in ons hart. Amen. En daarom zei hij ook, het is beter dat ik heen ga. Want dan kan ik mijn geest sturen om in je te komen wonen. Nou, er is soms een verkeerde vertaling bij ons. Er staat in Genesis hoofdstuk 2 dat de Heere God zegt in mijn Bijbel, ga in de ark. Maar kijkt u maar in de Hebreeuwse Bijbel, daar staat niet ga, daar staat kom. Bo, B-O. Bo, bo, kom. Want de Heere God was in die ark. En hij nodigt iedereen uit, kom in de plaats waar ik vertoef. Kom. Nou, voor de toekomst. En de geest en de bruid, die zeggen kom. Hij roept het uit. Kom. Maar wij moeten stap voor stap hem tegemoet gaan. En dan zegt Paulus, ik wil jullie voorstellen als een reine bruid. Ik wil jullie zeggen dat Christus zijn gemeente lief heeft. Ik wil jullie uitleggen dat jullie voorbestemd zijn van voor de grondlegging van de wereld. Ik wil jullie ook vertellen dat jullie gezegend zijn met alle geestelijke zegeningen. Jullie zijn geliefd. Jullie zijn van mij. En ik kom jullie halen. Ik verlang nog meer naar jullie als jullie naar mij. Nou, tot slot. Hoe is het met ons gesteld? Want in Matteüs 25 waren de meisjes slaperig. Ik heb pas nog tegen de Heere gezegd. Heere, mijn krachten worden minder. Maar ik doe een tandje bijzetten. Want ik wil niet half eindigen. Ik wil hoog eindigen, net als Jacob. Leunend op mijn staf, God aanbiddend. Laten we vanmiddag eens een ontmoeting hebben met de Heere God. Want Paulus was bezorgd dat ze in zouden slapen. Paulus die was bezorgd dat ze niet klaar zouden zijn. De Heer Jezus zegt het zelf. Zal ik nog het geloof? Want er is één geloof, dat is Bijbels geloof. En dat is het geloof in de Heer Jezus. Zal ik nog het geloof vinden? Nou, samen met de gelovigen uit Israël zijn we hier vanmiddag bij elkaar. En mag ik u vragen, als ik voorbeden doe, zeg in je hart, ik doe een tandje bijzetten. Ik ga die beloften, meer dan 7000, aanvaarden en ik ga zeggen ja en amen. Ik ga opnieuw mij wijden aan de dingen die eeuwigheidswaarde hebben. En als wij één stap naar hem toe doen, dan doet hij 10 stappen naar ons. Want de roep komt van hem uit. Kom. En de geest en de bruid zeggen, kom. Mag ik u voorgaan in een dankgebed? Vader in de hemel, wij zijn hier bij elkaar. Net als in het boek van Esther. Voor een tijd als deze. En Mordechai zei het, als jij stil blijft, dan zal de Heere God op een andere weg gaan werken. Maar Heere, we willen zelf bereid zijn. Wij willen zelf vol ijver zijn. Wij willen zelf ons laten vernieuwen. Want wij weten dat uw roep naar ons uitgaat. U verlangt nog meer naar ons dan wij naar u.
Maar vernieuwd geven wij ons leven vanmiddag aan u. Wij doen een tandje bijzetten. Wij gaan amen zeggen tegen al uw beloften. Wij willen niet afzakken. Wij willen vernieuwd u lief hebben. Want wij weten dat u uw gemeente lief hebt. U bent stapelverliefd op ons. En Heer, u heeft al zoveel verdriet gehad van uw eigen volk. Heer, laten wij dan u niet verdriet geven. Maar wij weten vanmiddag ook, Heer, dat uw beloften zijn onberouwelijk. En zoals de tweede keer Jozef aanvaard werd en Mozes en Jozef en David. Het komt goed met het Joodse volk. En dan zullen de mensen uit de volken de slip van een Joodse man nemen en zeggen, wij willen met u meegaan, want wij weten dat God met u is. Het zal een heerlijk herstel brengen in deze wereld. En het is zo fijn dat we deze middag hebben om ons steentje bij te dragen aan uw evangeliewoord in deze wereld. Eerst de Jood, maar ook de Griek. Komt u maar tot uw doel. In Jezus' naam. Amen. Amen. Nou, dan is deze avond of middag tot zijn eind gekomen. We gaan nog zingen. Wat gaan we zingen? Sorry? Een medley gaan we zingen. En neemt u ook de kalenders mee? Deel ze ook uit voor uw buren. Neem mee wat u wilt. En ik dank u wel hartelijk voor uw komst. Laten we nog wat gaan zingen. Voor de bienen, mag ze dus bladeren naar het lied O Zes Shalom. En de liederen die daarna volgen. Ik weet zeker dat het er ergens in staat. Ik heb hem gezien. Er staat er zeker weten. Ja. Ja. Dankjewel, Chris.
Simeon en Lawrence, hartelijk dank voor jullie prachtige muzikale bijdrage. Johan, jij ook bedankt voor je
prachtige woorden waar we veel van kunnen leren en moedig kunnen doorgaan. U allen hartelijk bedankt voor uw komst. En ik wil u graag groeten met nog een mooie blaas uit de shofar. Dat we die sound onthouden. En als zo de Heer wil, gaan we het volgend jaar weer verder met deze bediening. Dankjewel, Gertie. Alle wel thuis? Ben, ja? Ik ja, Johan, natuurlijk. Jezus leeft erin. Oké. Gaan we doen, Johan. Ook hartelijk dank en Esther en of Heintje en Hattie ook voor de catering. Ja, want we hebben toch ook wat voor de innerlijke mens, niet alleen geestelijk voedsel. De mens zal niet alleen van brood alleen leven, maar heeft het af en toe wel nodig. Als er nog koffie is, hoor ik, dan voel je vrij, maar voel je ook vrij om te gaan.